Ja, goedemiddag, vanaf Sportpark De Wildzaan. Ik sta hier bij de trainers. Ik begin met de trainer van KHC. Jullie kwamen hier als koploper heen en de afgelopen jaren was meestal dat jullie onze angst kregen. En nu pakken we jullie, jullie bovenaan staan. Ja, dat is correct. Zeker in de eerste helft, voetbal ging heel aardig bij jullie, maar voorin miste wel de scherpte. Ja, nou, ik denk dat je daar meteen de spijker op de schop slaat, want in de 4 minuten was het volgens mij 100% kans, die moet er gewoon in. Als iedereen gaat, dan spelen we een andere wedstrijd, denk ik. Ja, Freddy, de eerste 2 wedstrijden tegen de kampioenskandidaten hebben we worden verloren. Daarna, de ploeg waar we van tevoren op papier zeiden, dan moeten we de punten gaan pakken, dat doen we dan. Ik denk dat je al tevreden bent. Nou ja, ik ben heel tevreden met de punten. Ik moet zeggen dat de uitwedstrijd waar ik kom is een 1-5 nederlaag, of een 5-1 nederlaag, sorry. Dat vond ik echt vertekend. Ik denk dat we daar echt met 3-4-1 ervoor staan voordat zij überhaupt met 2 voorkomen. Dus dat, dat was een misstap in Nijkerk kan gebeuren. En vandaag vind ik, nou ja, KC vind ik voor ons dus absoluut, ik vind KC een absoluut goede ploeg. Er zit echt ongelooflijk te strijden, dus in de sterkte. En inderdaad, Herman zegt, die 4 minuten komt die kans en die moet er ook in. En dat is eigenlijk voor ons was dat wel in de wake-up call gelukkig. Dan zijn we ook op de bank tegen elkaar direct, minstens alleen. Ja, want we hadden de vorige wedstrijd gezegd van let op, nummer 7 die komt van achter en ik ben de naam van die jongens in strijd. Maar, en dat gebeurde ook direct. En hebben we geluk dat die ding ingaat en ook echt gewoon geluk. En daarna waren we wel wat wakkerder. Ik denk dat misschien voetballen bij KHC best redelijk ging. Maar ik kan me ook niet herinneren dat er daarna nog echt een kans is geweest in die eerste helft. Dus ik was wel redelijk in elkaar opgewassen. Vond ik. Na een kwartier vond ik dat wel beter in de wedstrijd groeide. Dat toen redelijk in elkaar opgewassen was tot rust sowieso. Ja, met Patrick Pluim ook 2 wedstrijden bij dat een doelpunt maakte. Wat is dat een eigen jongen die weer terug is, gelijk zo in de band? Ja, ik denk dat het eerst lekker is voor Patrick zelf. Hè. Hij staat hier maar. Kijk, voor mij maakt het wel als Patrick hem maakt of een ander. En dat is niks met disrespect naar Patrick toe, maar het gaat erom dat je teamprestatie hier zit. En of dat nou Ennis die goal maakt, die daar ziet staan, of dat Patrick is, ja, dat maakt niet zoveel uit. Ik vind fijn voor Patrick dat hij maakt. En ik vond dat hij er heel goed bij sloot en die bal ook heel goed binnenwerkt uiteindelijk. En dat was heel belangrijk, dat hij zijn dingen doet die bij het team horen. En hij was niet voor niets vandaag zijn man, dat is wat ook. Ja, jullie de meeste jaren een beetje. In de middenmoot, dit jaar verrassend de eerste 3 wedstrijden gewonnen. Hebben jullie in de zomer een rondom bijgekregen? Wat is de doelstelling? Nou ja, om te beginnen is er niemand weggegaan bij ons. En er zijn wat jongens bijgekomen inderdaad. En Jesse Betaas is erbij gekomen. Dorian van Dijk, een keeper, is erbij gekomen. Ja, even kijken. Nee, dat gaat niet om dat je selectie kent. Ik luister niet. Nee, oké, maar die zijn erbij gekomen en dat zijn wel jongens die ons sterker maken. Tom Diener is ook weer teruggekomen en Leroy Knols, dat kom, ik ben op tijd wakker. Dat zijn wel versterkingen voor ons. En de doelstelling, na 4 wedstrijden praat ik nog niet over een doelstelling. Allereerst willen we altijd gewoon zo snel mogelijk in de zone spelen waarin we kunnen gaan voetballen, dat we vrijuit kunnen gaan voetballen. We hebben een leuke start gehad met 3 overwinningen waar niks op af te dingen viel. Vandaag hebben we te weinig uitgespeelde kansen gecreëerd, vind ik. En dat kunnen we alleen maar onszelf verwijten. En dat had te maken met baltempo, had te maken met vanuit de positie blijven voetballen. Ja, en dat deden we gewoon niet goed. En als het niet goed genoeg is, ja, dan kun je een wedstrijd verliezen. En er komt ook nog eens een keer bij dat wij dat we die 2 goals in principe zelf inleiden. En door gewoon niet geconcentreerd te zijn in die situaties. En dan kun je de wedstrijd gewoon verliezen, zo simpel is het. Ja, na de 2-1 werd het nog even heel hectisch. Toen werd hij thuis tegen NSC gewerkt, die zijn met een penalty nog in het missen. En nu blijft je ploeg recht overeind staan. Ja, nou daar ben ik wel heel blij mee. Hè. Ik zeg net, een van de mensen hier zei van het was echt strijdlust vandaag en ze hebben er echt voor gevochten. Nou, dat vond ik ook echt, dat is een groot compliment. Dat we daarin domme dingen doen en domme gele kaarten pakken bij wijze van spreken, ja, dat is dan dat is niet zo fijn, zullen we maar zeggen. Maar recht overeind blijven, mentaal, dat is ook wel wat we met elkaar over gesproken hebben. En de jongens hebben daar zelf input ook in gehad, toen we erover spraken van hoe komt dat nu? Dat we zo ver wegzakken als er iets gebeurt in het veld. Dus heb je dan een rode kaart, tenminste penalty tegen NEC.
hoe komt het dan dat we zo elkaar klappen en dan met 5-4 in verliezen? Nou ja, daar ga je dan over praten, daar ga je mee aan de gang. En vandaag hebben ze bewezen dat het niet nodig is en dat het ook andersom kan. Dus ja, er is ook geen excuus meer voor die jongens, dat is weer het mooie van mij. Dus daar kun je ze ook weer op aanspreken. En, maar die jongens hebben denk ik hun lesje ook wel in geleerd. En dat is fijn dat het aan het begin van het seizoen is en niet ergens in de loop van het seizoen. Kijk, en ik vond Herman zegt te weinig kansen gecreëerd. Nou ja, dat zal dan misschien wel zijn, dat is zijn ploeg. Ik vond dat wij met name wel mogelijkheden hebben gehad om het uit te spelen en daar ook kansen hebben laten liggen. Ook door het risico wat natuurlijk KHC uiteindelijk gaat nemen. En daar hadden we meer uit kunnen halen. Wat ik wel goed vond bij ons, is dat ze bij ons juist wel uit positie bleven spelen. En dat we juist daardoor, denk ik, organisatorisch het, ondanks dat de KHC druk zetten, het goed voor elkaar bleven houden. En dat vond ik dan wel weer een compliment waard. Oké, okay, bedankt. Bedankt bij de training voor de komst. En fijn weekend terug in studio. Thank you.